Magnetische inductie. Dat heeft te maken met wat je rechtsonder ziet, inductiekoken. We gaan van start om te kijken hoe het in elkaar zit. We starten bij de bekende magneet. Noordpool, Zuidpool, magnetenvelden eromheen, maar ook natuurlijk een magneetveld in de magneet. En het magneetveld in de magneet gaat van zuid naar noord. Stel je nu voor, er is iemand of iets, een wezen, dat geen licht kan zien, maar die kan alleen maar magneetveldlijnen zien. Ja, kijk, hier zie je zo'n persoon. Nou ja, persoon. Hè? En die kijkt dan naar de Noordpool toe, maar hij ziet de Noordpool niet. Nee, hij ziet veldlijnen die naar hem toe komen. Ja, alleen maar veldlijnen ziet hij. Stel je voor, hij kijkt door een venster heen. Ja, kijk, hier heb je een venster. Ja, en de venster plaatsen we eventjes daar bijvoorbeeld. Dan ziet dat wezen, dat persoon, 9 veldlijnen door het draadraam heen. We noemen dat de flux is 9. Ja, het staat dus in aanhalingstekens, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar het aantal veldlijnen bepaalt dus hoe groot de flux is. Ja, nou stel je voor, we verplaatsen het eventjes. Ja, we zetten hem daar neer. Ja, en daar komt maar 1 veldlijn door het draadraam. Betekent dus dat de flux daar 1 is. Nog iets. Ja, stel je voor, ik heb het daar ergens. Dan zie je dus, als je het optelt, dat ik hier niet op een heel aantal veldlijnen zit, maar op 10,5 ongeveer. Nou, dat mag best. Flux hoeft niet een heel getal te zijn. Ja, nu is de flux dus dan 10,5. We kijken wat nu flux echt is. Ik had flux er net tussen aanhalingstekens, hè, want flux is 9. Ja, 9 watt. Hè, dat weet je nog niet. Maar flux ja, is wel het aantal veldlijnen, de hoeveelheid magnetisme, wat er door een draad heen gaat. En het hoeft trouwens niet alleen magnetische veldlijnen zijn. Flux is een wijdverbreid begrip. Die gaat over het algemeen over veldlijnen. Het hoeft dus niet magnetische veldlijnen te zijn. Dit keer natuurlijk wel eventjes. Goed, het symbool voor flux is de Griekse letter phi. En hoe kun je nu de flux berekenen? Nou, het heeft te maken met hoe sterker het magneetveld, hoe sterker de flux. En hoe groter het draadraam, en hoe groter het venster, hoe meer er doorheen gaat. Dus die twee zijn van belang. Flux is B keer A. B is de sterkte van het magnetisch veld. Natuurlijk in Tesla. En A is het oppervlak. En dat moet natuurlijk in vierkante meters. En dan zie je dus tegelijk, hey, B keer A. Dan weet je ook al de eenheid. Want de eenheid zal dus dan wezen Tesla maal vierkante meters. Nou, in plaats van Tesla maal vierkante meters gebruiken we daar de eenheid Weber voor. WB. Ja, nou, Weber, dat is natuurlijk weer zo'n natuurkundige. Kijk, hier heb je hem, hè, Willem Eduard Weber. Dat. En die heeft dus veel werk gedaan aan ook het magnetisme. En hij is geëerd met het vernoemen van een eenheid naar hem. Oké, we gaan weer eventjes kijken naar onze velden. Kijk, ja, het velden, 9 stuks in het draadraam, dus de flux is 9. En je kunt dus de flux veranderen door het draadraam te verschuiven, maar je kunt de flux ook op een andere manier veranderen. Namelijk, we kunnen het draadraam ook draaien. Ja, we laten hem even draaien. Ja, eventjes, en dan zie je dus eigenlijk steeds een minder groot stukje ervan. En dan zie je dus dat hier het draadraam blijft in feite hetzelfde, maar de flux is nu nog maar 3 geworden. En sterker nog, je kunt het zelfs nog verder verkleinen, dat hij precies recht staat, en dan is hij zelfs 0. De flux is 0, ja, als het draadraam inderdaad precies in dezelfde richting als B staat. Dus dan moeten we wel rekening mee houden, oftewel, ja, B keer A, maar dan alleen maar als je het oppervlak loodrecht hebt op het magneetveld. Als je een beetje draait, dan zijn die kleiner worden. Oké, we gaan weer eventjes naar onze veldlijn toe. Je ziet allemaal keurig in dezelfde richting. Evenwijdig elkaar, dus het is een homogeen veld. En het homogene veld heeft een sterkte van 2,5 keer 10 tot de macht min 2 Tesla. Oftewel 25 millitesla.
We zetten er eventjes een draadraam op en het venster ja, staat daar 3 bij 4 centimeter. En de vraag is, hoe groot is de flux? Nou, heel eventjes, ja, doe het eventjes zelf. Ja, het moet op zich natuurlijk niet al te moeilijk wezen. Ja, oké, ja, dat gaan we nu bekijken. Hoe groot is de flux? B keer A. Maar let op, hè, het is B natuurlijk in Tesla. En je moest wel het oppervlak in vierkante meters doen. Dus niet 12 vierkante centimeters, maar 12 keer 10 tot de macht min 4 vierkante meter. En dan krijg je dat de flux is 30 keer 10 tot de macht min 6 weber. Of 30 micro weber mocht ook. Oké, we gaan even wat anders doen. Nog steeds natuurlijk hetzelfde magneetveld, maar het venster, dat draaien we nu even een stuk. Het draait 40 graden rechtsom. Dat betekent dus dat het niet meer loodrecht op het veld staat. En de vraag is nu weer, hoe groot is de flux? Ja, druk weer even op pauze, probeer het eerst eventjes zelf. Oké, dan kijken we nu eventjes hoe het zou moeten. Ik maak eerst even een driehoekje ervan. En als ik nu eventjes de veldlijnen weghaal, dan gaat het natuurlijk om deze zijde. Dit is de oppervlak wat echt loodrecht op die veldlijnen stond. Dus deze oppervlak moest ik hebben. Nou, hoe kun je dat weten? Ik weet de hoek, ik weet de schuine zijde en de aanliggende rechthoekzijde. En aanliggend betekent dus de cosinus, oftewel A effectief, is schuin maal cosinus van de hoek. En hier staat hij. En dan kom ik op een 9,2 keer 10 tot de macht min 4 vierkante meter. Iets kleiner natuurlijk en dat is logisch. En nu kun je het gewoon invullen. Phi is B keer A, flux is B keer A. B nog steeds 2,5 keer 10 tot de macht min 2. Voor A vul je nou de nieuwe effectieve oppervlak in. En je komt op 23 keer 10 tot de macht min 6 weber. We gaan nog één stapje verder. We hebben dus nu niet een homogeen magnetisch veld, maar een veld wat uit twee delen bestaat. En ook hier weer van, hoe groot is nu de flux? Nou, als je precies voor de helft in de een en voor de helft in de ander ligt, dan kun je ook gewoon zeggen van, hey, dan is flux een stuk in het ene helft plus een stuk in de andere helft. Oftewel, het oppervlak voor de helft in de een, voor de helft in de ander. En je ziet hier, je kunt gewoon alles invullen. En natuurlijk, uitrekenen is ook niet verkeerd. En je komt weer op 23 keer 10 tot de macht min 6 weber als flux in dit geval. De flux hebben we nodig om te verklaren waarom een spoel soms spanning kan geven. Kijk, in dit geval hier, ja, je hebt hier een spoel en een voltmeter eroverheen. En de voltmeter geeft natuurlijk nul aan, want ja, een spoel alleen zal nooit geen spanning geven. En ook als je een magneet bijhoudt, let op, hè, ik benadruk even een stilstaande magneet, ja, dan nog steeds is de spanning nul. Even kijken hoor, die magneet die heeft natuurlijk veldlijn, laten we die er even bij tekenen. Ah, kijk, daar hebben we hem ook weer. He, hij denkt van, hey, veldlijn, laat me eens kijken, want ja, dat ding kan alleen maar veldlijnen misschien natuurlijk. En als je zo door de spoeling kijkt, ja, ik heb nu zo getekend dat hij geen veldlijn ziet. Dus een flux van 0. Ja, nou, we gaan eventjes het wat schematischer bekijken. De flux is dus nu 0. En je moet nu even goed opletten, want wat er nu gebeurt is zeer interessant. Namelijk, kijk, de magneet die gaat bewegen. En die gaat door de spoel heen bewegen en komt in de spoel tot stilstand. Je moet goed kijken wat er dan met de spanning gebeurt op het moment dat hij gaat bewegen. Ja, daar komt hij. Kijk, wat je zag is dat de spanning, op het moment dat hij bewoog, nam de spanning toe en één keer in de spoel ging weer terug naar nul. Ja, maar dat betekent dus dat, hè, laten we het wezentje nog even bekijken, want ik bekijk natuurlijk alles met argusogen. En wat ziet hij nu plotseling? Hij ziet veldlijnen. Oftewel, er is een flux. De flux was nul en die wordt 4. Ik heb dus een toename van de flux. De flux verandert. En omdat de flux verandert, is er blijkbaar spanning gekomen. Maar nu
de magneet weer stil staat. Ja, de magneet staat hier stil. De flux is 4, maar omdat die stil staat, verandert de flux niet. En daardoor zal de spanning 0 blijven. Ja, als hij nu verder gaat, ja, let op, hij gaat weer verder. Ja, dus let ook goed op wat er met de spanning gebeurt. Hij gaat weer naar rechts toe. Ja, je ziet wat er gebeurt. Hij ging weer spanning geven, maar omdat de magneet nu weggaat, dus het tegengestelde doet wat hij eerst had, hij ging eerst heen en toen ging hij weg. En betekent dus dat de spanning ook net andersom gaat. Ja, hij ging eerst positief wezen en nu gaat hij dus een spanning geven negatief. En zodra die weer weg is, is weer 0. Ja, de flux die gaat van 4 weer naar 0. Het is een afname, maar belangrijker is het dat hij verandert. Een verandering van flux die geeft een spanning. We zullen het eventjes nog een keer laten zien. Let goed op. Ja, en up, up. Ja, je zag wat er gebeurde. Ja, dit, je let op, hier staat de flux, niet de spanning. Ja, de flux was 0. En zodra hij in de buurt van de magneet komt, van de spoel komt, ja, dan gaat de flux omhoog. Als hij in de spoel is, dan blijft de flux constant. En zodra hij de spoel weer uitgaat, dan gaat hij weer naar 0 toe. En gaat hij die kant op. We zullen er een spanning bij doen. Ja, nog een keer. Ja, let op. Flux boven en spanning onder. Ja, de flux neemt toe. De spanning ook even, maar zodra de flux constant blijft, is de spanning 0. De spanning verandert alleen maar als de flux verandert. Ja, let op. Nog eventjes een keer. Eventjes de spoel erbij weg. We kijken eventjes alleen naar de flux en de spanning. Ja, daar gaat hij weer. Ja, de spanning is nog 0. En kijk, de flux nam toe. En plotseling spanning. En nu ook even een spanningspiekje en daarna weer niet. Ja, je krijgt dus alleen een spanningspiekje op het moment dat de flux verandert. Een positief spanningspiekje en later een negatief spanningspiekje. Die kunnen eventueel ook andersom hoor. Dat je eerst negatief hebt en daarna positief. Dus in ieder geval wel iedere keer tegengesteld. En die spanning, dat is nu de inductiespanning. Inductiespanning is dus de spanning in een spoel. En waarom komt die in een spoel? Omdat de flux door de spoel heen verandert. Hoe groot is nu die inductiespanning? Kun je die berekenen? Ja, gelukkig wel. Namelijk, je kunt berekenen met n keer delta phi gedeeld delta t. Hierbij is n het aantal windingen van de spoel. Ja, dus je kunt meer windingen hebben. En als je meer windingen hebt, krijg je een hogere inductiespanning. En die delta phi gedeeld delta t, dat is de fluxverandering per seconde. Ja, een soort met snelheid van de flux. En betekent dus, hoe sneller die flux verandert, hoe hoger de spanning is. En dat kan dan natuurlijk, flux is B keer A. Je kunt dus heel snel de B veranderen, het magneetveld. Maar je zou dus ook kunnen zeggen van nee, ik verander heel snel de A. Dat kan ook. Beide zijn mogelijk. Even een voorbeeldje. Je ziet hier een flux-tijddiagram. Die geeft dus aan hoe de flux verandert in de loop van de tijd. En op zich wel eventjes leuk om te zien. Dat, kijk, de flux is hier positief. Ja, en dat hier maximaal. En dan neemt hij weer af. Maar je ziet dus ook dat de flux negatief kan worden. En dat is natuurlijk omdat veldlijnen, die kunnen van links naar rechts gaan. Maar ze kunnen ook van rechts naar links gaan. En als je dan een draadruim hebt, ja, dan gaat dus ene keer gaat een veldlijn van links naar rechts. En de andere keer gaat hij van rechts naar links. En het aantal veldlijnen is dan wel gelijk. Maar de ene kant op noemen we positief. En de andere kant noemen we op negatief. Ja, vandaar dus dat een flux ook negatief kan zijn. Nou, dat eventjes terzijde. Nu eventjes van, hoe groot is nu de inductiespanning hier? Oftewel, geef eens aan waar in dit diagram, welk tijdstip, is de inductiespanning maximaal, of juist minimaal natuurlijk, en die kan ook positief of negatief zijn. En op welke tijdstippen is de inductiespanning 0? Denk eventjes goed na, ja, druk even op pauze, ja, en we gaan het eventjes uitleggen. Ja, wanneer is de inductiespanning ook weer maximaal? Waar hing het van af? Het hing af van de verandering van de flux. Dus als je een grote verandering hebt, dan zal dus de inductiespanning ook maximaal zijn. En dat is dus niet hier. Want hier loopt
mijn fluxdiagram vlak. En vlak betekent dat er weinig verandering is. Nee, waar is je maximaal? Kijk, hier is je stijl, daar is je stijl, daar en daar en daar. Dus daar zijn de pieken voor mijn inductiespanning. En waar is je nul? Dat is dus waar de flux niet verandert. En dat betekent dus dat op de toppen van de flux, dat daar mijn inductiespanning nul is. En ik kan dus nu ook een diagram tekenen van mijn UT-diagram. Ja, mijn spanning. En even een paar pijltjes erbij. En dan is mijn UT-diagram. Ja, mijn spanning, ja, is eerst hier maximaal maar een negatief. Ja, en dan is hij hier nul. Want hier is mijn fluxverandering nul. Ja, dan gaat de flux veranderen. Betekent dus dat mijn spanning verandert. En op het moment dat de flux maximaal verandert, is mijn spanning ook maximaal. En daarna neemt de fluxverandering weer af. En dus neemt mijn spanning ook af. En hier is mijn flux misschien wel ontzettend groot, maar het verandert niet. Dus is mijn inductiespanning weer nul. Ja? Kijk goed of je dit zo een beetje snapt. Het is wel belangrijk, hè, dat het echt om de fluxverandering gaat en niet om de grootte van de flux. Een van de belangrijkste toepassingen is de dynamo. Ja, de dynamo bestaat uit een spoel. En in de spoel heb je een magneet en de magneet draait rond. Dat betekent dus ook dat de veldlijnen ronddraaien. En de veldlijnen gaan dus iedere keer in een spoel en er weer uit. In een spoel en er weer uit. Dat betekent dus dat de fluxverandering iedere keer plaatsvindt. Ja, de flux neemt toe en neemt af. Oftewel, er wordt iedere keer een inductiespanning geleverd. En die inductiespanning kun je gebruiken voor je fietslampje. Maar natuurlijk niet alleen op de fiets. Wat denk je van windmolens? Ook hier heb je, hè, dit is dan de dynamo, wat men een generator genoemd. Maar het principe is hetzelfde. Je hebt de beweging, ja, die zal een magneet rond laten draaien. En een magneet ronddraaien betekent een fluxverandering en die geeft spanning. Nou, we gaan weer even terug naar het inductiekoken. Ja, hoe is dat nou in zijn werk? Nou, je ziet hier een aantal inductiespoelen en die wekken een magneetveld op. Hè? En die worden aangesloten op een spanning en die wekken een magneetveld op. Alleen, het wordt aangesloten op een wisselspanning, dus het is nu hier plus en daar een min. Maar dat gaat constant heen en weer, constant heen en weer. Dat betekent dus dat het magneetveld ook constant verandert. En dat betekent dat in de bodem van de pan, daar ontstaat een inductiespanning. En die inductiespanning, ja, die zal hier een stroom in genereren. En een stroom, die zal de warmte produceren. En dan krijg je dus dat het water aan de kook raakt. Oké, ik zou zeggen, neem het ervan. En tot ziens.